Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 21 december ingestemd met een startnotitie waarmee er woningbouw mogelijk gemaakt moet worden voor Lunteren. Een startnotitie voor het grote gebied de Westzoom in Lunteren waarmee de eerste stap gezet wordt om daar circa 180 nieuwe woningen te bouwen. Ja, wij hebben daar een startnotitie van vanmorgen in het college over vastgesteld. Een startnotitie, vroeger zeiden we nota van uitgangspunten. We hebben gewoon gekeken onder welke condities en hoe we dat hele mooie gebied in Lunteren kunnen gaan ontwikkelen voor woningbouw. Want is het hard nodig dat daar woningbouw plaats gaat vinden? Ja, Lunteren heeft ook een enorme vraag, hè, met name naar betaalbare woningen. Heel veel jonge Lunteranen, met name die willen starten, die willen daarvoor niet naar Ede vertrekken. Begrijpen we heel goed. Dus we moeten elke zachte grond die daarvoor geschikt is, moeten we benutten. En uh, wat ga je nu proberen binnen te halen? qua informatie? Nou, we hebben daar uh, langs de Westzoom, hè, dat is aan de westkant de grote ring-ontsluitingsweg, hebben we heel veel gebieden die zich te verlenen. Dat zijn gebieden waar nu nog uh, uh, op een lichte manier agrarisch uh, gebruik is. Allerlei andere uh, invullingen van dat uh, perceel. Er zit nog een Menezes, er zitten allerlei andere zaken, een tijdelijke supermarkt. Daar willen wij in de toekomst natuurlijk woningbouw hebben. En het mooie is als die grondeigenaren zich verenigen en in zo'n groot mogelijke groep hè, met ons gaan kijken hoe dat eruit zou kunnen gaan zien. En daarvoor gaat u met hen in gesprek? Ja, wij dagen de markt ook een beetje uit om met elkaar in gesprek te gaan. Wij moeten nog precies zien hoe groot die toeloop wordt, hè, of dat de meeste grondeigenaren ook in die snelheid op deze ontwikkeling zitten te wachten. Is een startnotitie schrijven op wat de voorwaarden zou kunnen zijn aan die woningbouw en uh, die opbrengst van die gesprekken. Daarmee willen we naar de gemeenteraad om definitief ook uh, die startnotitie vast te stellen. Is de infrastructuur ook een belangrijk issue? Ja, wat denk je? Hè? We hebben nu een westzom waar veel te veel ongelukken gebeuren. We hebben nu een westzom waarbij we de, de fietsen ongemakkelijk die, 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 die zit daar ongemakkelijk. Hè? Die heeft daar geen goede positie op de weg. Er wordt hard gereden daar. De uitlichting is niet goed. En we willen juist ook met toekomstige woningbouw dat, we dat wel goed geregeld hebben. Ja. Hoe lang denkt u nodig te hebben om deze startnotitie de gesprekken erover te voeren? Ja, die gaan we in januari starten. In februari weten wij al wat de opbrengst daarvan zou kunnen zijn. Hè? Of dat die toeloop er bestaat. Of dat die genegenheid ook onder eigenaren er is om mee te gaan met ons. Als gemeente. En dan kunnen we ook onze strategie erop inrichten. Wij willen gewoon zo snel mogelijk, de kortste route naar betaalbare woningen in Lunteren. En daarbij denken we dat deze plek hartstikke geschikt is.